Naast mij staat Marianne Spier. Zij is de initiatiefnemer van het zeer succesvolle TEDx Women Amsterdam, dat het jaar voor de tweede keer wordt gehouden. Maar daar verdient ze niet de kost mee. Nee, ze is docent cross media op de Hogeschool van Amsterdam. Een hele volle agenda dus. Nou, fijn dat je nog even tijd had dan tussendoor. Dankjewel. Het gaat goed hè, vandaag. Ja, ik ben echt verbaasd hoe de sprekers het hebben gedaan. Echt boven verwachting. Ja. Mensen hebben gelachen, ze hebben gehuild, ze hebben genoten. Ja, het is een fantastische dag geweest. Ja, en mensen zijn ook vooral geraakt, denk ik. Ja, door de zeker. Vele verhalen, zeker. Valt mij op. Ja, klopt. Ja, mooi. Waarom is dat eigenlijk nodig, zo'n vrouweneditie? Want hè, vorige week hadden we de gewone TEDx. En ja, nu ineens de vrouweneditie. Nou ja, het is eigenlijk, oorspronkelijk komt het idee van TED zelf, hè? TED, de organisatie. En wat je ook merkt, het is toch een andere dynamiek. Dat is één, dat is het conferentiedeel. Maar daarnaast is het belangrijk dat thema's die vrouwen aangaan behandeld worden. En dat is de bedoeling van TEDx Amsterdam Women. Ja, wat kan je daar een voorbeeld van geven van een TED-talk die we tot nu toe gehoord hebben, die niet op de gewone TEDx zou zijn? Nou ja, het verhaal van Corine Vermeulen, leven met HIV. Mm-hmm. Kijk, in zo'n setting tussen alleen maar vrouwen voelt ze zich toch veiliger om het verhaal te vertellen, terwijl het toch een groot publiek bereikt. Ja. En ook Amy, die dan aan het begin van haar, aan het eind van haar talk een striptease doet. Dat is toch een andere setting wanneer je dat voor vrouwen doet dan voor mannen. Ja. Maar het thema, dus het onderwerp wat ze behandelen, Amy had het over de vrouwen dan die het zo slecht hebben in Tanzania. En Corina over het leven met HIV. Dat raakt heel veel vrouwen. Waar selecteer je de sprekers nou op? Nou, we doen heel veel onderzoek. We kijken naar een aantal pijlers hè, die TED heeft. Technologie, entertainment, design, ontwikkelingssamenwerking, zakenleven en wetenschap. En dan benaderen heel veel mensen en vragen hun van, ken je iemand die opinierend is of iets vernieuwends aan het doen is? Oké, dus eigenlijk een beetje via-via. Ja, je moet wel een groot netwerk hebben om een TEDx Amsterdam of een TEDx Amsterdam Women te organiseren. Was het moeilijk om sprekers voor deze editie te vinden? Want absoluut vorige editie niet. Was zo absoluut succesvol. Niet, absoluut niet. Het was geweldig om het te doen. En de sprekers die waren allemaal hartstikke blij om hier aan deel te nemen. Nou, de vorige keer waren er ook veel prominente sprekers. Is daar nog wat mee gebeurd? Hebben die nog reacties gehad achteraf op hun TED-talk? Ja, dat klopt. We hadden Harriet Verwij, een cardiologe. En die had het over hart- en vaatziekten onder vrouwen. En die vertelde eigenlijk dat er nauwelijks onderzoek daarna wordt gedaan. In Nederland met name. En dat heeft heel veel impact gehad in de media en ook voor haar. Positief. En nu is ze hartstikke daar heel erg mee bezig om dat te promoten. Ja. Dat er meer onderzoek naar wordt gedaan. Dat is toch een prachtig bijeffect dan. Op ja, zeker. Marianne Spier, hartstikke bedankt voor nu. En geniet van de rest van de dag. Ja. Volgens mij kan je heel erg trots zijn op jezelf. Dank je.